een VIP-concert van William Burr. Wij filmen vanavond in de Hooghei in Berlicum. Een avond vol gezelligheid met artiesten, een koor zoals je ziet op de achtergrond. En we gaan interviews houden met familie, met vrienden en bekenden en natuurlijk met William Burr zelf. Vanavond heb je een walking dinner. Ik heb al een aantal mensen gevraagd, wat is een walking dinner? Kun jij het uitleggen? Ja, dat is heel simpel. Kijk, een walking dinner is een avond waar de hele avond door eten geserveerd wordt in tapa-stijl. Dus om de kwartier, 20 minuten krijg je een, ja, wat ik al zeg, een carpaccio'tje geserveerd in tapa-stijl. Een hamburgertje, een mini saté, garnalen satéetje, ja, noem het maar op. En een dinnershow, dan word je lekker aan tafel geserveerd en dan zit je gewoon lekker te dineren. Dus heel veel mensen denken dat het dan een buffet is. Maar ja, dat klinkt heel lullig. Een buffet is een buffet. Dus een walking dinner is heel de avond door lekker je drankje, een hapje erbij en heerlijk. Nou, het punt is gewoon, wij hebben dus in het verleden, William, verschillende dinnershows gegeven. Dan is het zitten aan een tafeltje, een bordje voor je en eten en drinken. Dat is altijd perfect. Ik persoonlijk vind dat nog beter als dit. Alleen de meeste mensen en de meeste fans van William, die vragen, ja, we willen niet blijven zitten de hele avond. We kunnen natuurlijk niet zo'n zaal inrichten met allemaal tafels en stoelen en na een uur eruit halen dat we dus allemaal kunnen staan. En iedereen vraagt eigenlijk om een staantafel als het feest begint. Dan hebben we dus gecombineerd, dan hebben we gewoon gezegd, nou, we maken een walking dinner. Aan een staantafel brengen we continu de hele avond door delicatessenhapjes. Dus allemaal hapjes, maar geen bitterballetje of een kroketje, nee. Echt een beetje exclusieve hapjes. Eigenlijk allemaal een soort tapasgerechten de hele avond door. Een kleine hamburger, een carpaccio, een wrapje, een zalmpje, noem het maar op. Ja, totaal iets anders als een dinnershow en een fanavond. Het zit een beetje tussenin, ja. Jullie zijn de openingsact van de avond. Spannend? Heel spannend. Ja, toch wel. Elk optreden is spannend. Wij doen wel vaak zulke nummers, maar wij zijn eigenlijk pas januari 2015 gestart. Oh, dat is pas heel kort. Ja. De vaste geluidsman van William, jij gaat altijd mee als hij moet optreden. Hoe ben je eigenlijk in contact gekomen met William? William woont in Engelen. Wij zitten met ons geluidsbedrijf ook in Engelen, zeg maar. En er moesten toen de tijd wat MD'tjes gemaakt worden voor William. En zo is eigenlijk het contact ontstaan. En omdat wij Henk Benaar ook heel lang geschoven hebben en nog meerdere artiesten. Zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen samen met William. Nou, ken jij William dus al een tijdje. Wat is William nou eigenlijk voor persoon? Ken jij? Iemand die eerlijk is, zegt wat hij vindt. En dat is natuurlijk ook heel fijn, ook als je samen aan het werken bent. Hij is wel een gevoelsmens, denk ik. En houdt ook van gezelligheid. Dus ja, het is eigenlijk heel leuk om met William te werken, zeg maar. En niet alleen om te werken, maar ook in de privésfeer kunnen we het goed met elkaar vinden. Dus dat is wel fijn. José, volgens mij ben jij een van de grootste fans van William. Dat kun je wel zeggen, ja. En vanavond ben je er weer bij. Ja, altijd. Elk optreden bijna. Bij ieder optreden sta je ook vooraan, of dat niet? Nee, dat hoef ik niet. Ik hoef niet vooraan te staan. Maar ik kijk wel altijd met zijn ogen van, kom hierheen. Dus dan loop ik wel naar voren. Denk je dat William het ook prettig vindt dat jullie in de buurt staan? Dat hij in ieder geval even kan kijken naar jullie? Stelt hij heel erg op prijs, ja. Ja. Het zijn echt zijn steun en toeverlaat. Ja, echt wel. Ja, dat kun je echt zeggen, ja. Danny, naast het koor wat nu bezig is, ben jij de eerste die je dadelijk gaat openen. Heb je al een klein beetje een idee waar je mee gaat beginnen? Ja, ik ga iets heel anders doen wat het koor doet. Ja, toch wel? Toch wel, ja, ja, ja. Nou, ik doe gewoon mijn ding wat ik eigenlijk altijd doe. Dus ik doe Nederlandstalig, ik doe Engelstalig door elkaar. En uiteraard het lied wat ik bij Bloed, Zweet en Tranen, waar het voor mij allemaal mee begonnen is. En dat is heel even, dus dat ga ik absoluut allemaal vanavond doen.
Ja, want je hebt pas geleden nog een koffer uitgebracht met een paar mensen. Maar je doet eigenlijk nog, behalve dat nog wel met heel veel met een aantal mensen van Bloed, Zweet en Tranen. Is dat een clubje geworden wat nog steeds allemaal bij elkaar is? Brengt dat samen? Nou ja, kijk, het is niet zo dat we met elkaar door het land heen trekken, dat niet. Maar we hebben wel gewoon natuurlijk wel contact met elkaar. Simpelweg vanwege het feit dat wij in principe wel de eerste waren die het hele programma met elkaar hebben gedaan. En er zijn ook redelijke goede vriendschappen uitgekomen. Niet met iedereen natuurlijk. De een is wat meer op zichzelf dan de ander. Maar ik heb met een x-aantal mensen heb ik wel heel leuk contact in. Heb je vorig jaar ook nog zelf een single uitgebracht? Komt er dit jaar weer een nieuwe single aan voor jou? Ja. We zijn er nu in principe al helemaal mee rond. Ik heb volgende week de besprekingen van wanneer die uit gaat komen. En dan gaat de band gemaakt worden, moet ingespeeld worden. Dus het hele project gaat weer beginnen. Als je het goed vindt, dan begin ik met een quote. Want volgens mij, er is geen feest als Wim de Loor niet is geweest. Ja, dat is wel zo. Maar ik ben hier wel voor William. Ja? Toch wel. Ik ben er van het begin af aan bij hem en ik cijfer mij altijd weg. Maakt mij niet uit. De meeste wil wel. Dit is het eerste interview wat ik nou geef. Ja. Dit is nog nooit gebeurd. Dus dit is al uniek. Ik ken dat bijna niet. Hoeft voor mij ook niet. Ik ben bij William, ik regel dingetjes. Klaar. Kun je uitleggen wat William voor man is? William. Dat is een gouden jongen. Als je in nood zit, de jongen brengt u altijd thuis. Jou ook? Ja, ook mij. Peter, we zijn met jullie met een groepje naar Spanje geweest. En daar hebben we een paar videoclips opgenomen. En daar speel jij ook in mee. Hoe was dat voor jou? Heel moeilijk. Heel moeilijk. Waarom? Mijn vrouw speelde er ook in mee. En ja, het was toch even een beetje dubbel. Ja, want je speelde eigenlijk een rol waarin je een relatie had met een andere vrouw, toch? Ja. Dat was wel leuk. Rianne, je hebt net het duet gedaan met John de Bever, wat volgens mij in Nederland heel goed ontvangen wordt. Ja, ik ben zo blij dat het levenslied weer als van ouds terug is, weet je, de tijd geweest dat het even, ik heb het altijd wel gedaan, maar dat het publiek het ook helemaal, kijk, jong en oud, en dat vind ik zo geweldig, vind ik zo leuk. Ja, want jullie staan volgens mij al een aantal weken op nummer 1, volgens mij. Ja, 4 weken lang en totaal 12 weken in de lijst inmiddels. Ja, dat maakt me trots, dat vind ik fijn. En mijn eigen kind heeft het geschreven. En wat wil je nog meer? Ja, precies, weet je, dan heeft toch mijn mijn muziekkeus vroeger is toch echt doorgedrongen. Terwijl ze ook van hele andere muzieksoorten houden. Maar hij weet ook hoe dit hoort. Dus ja. Trots, zie ik. Ja, trots. Maar ook blij dat, nog veel blijer dat het publiek dit ook waardeert. Ja, want je kan het zelf allemaal wel leuk vinden. En je kan net zo'n goed liedje vinden. Maar ja, als men het niet leuk meer vindt, dan houdt het gewoon op. Kijk, het publiek bepaalt het gelukkig nog altijd. En dan behalve dat, is iets heel leuks in je leven wat je meegemaakt hebt. Je bent namelijk bezig eten bij het Koningshuis. Ja, dat was heel bijzonder, ja. Ja, dat ga je van tevoren niet bedenken. En het was, ik vond het heel bijzonder om dat een keertje mee te maken. En ik heb ook diverse keren al gezegd, weet je, ik kijk eigenlijk tegen niemand op en ik kijk ook niet op mensen neer. Alleen, wanneer kom je nou in een paleis? Weet je, en dacht ik eerst van, ga ik dat nou doen? Dacht ik, ja, natuurlijk ga ik dit doen. Want dat ga je maar één keer in je leven meemaken. Nou, en dat is ook gebeurd. Het was heel, heel erg leuk. Marco, je gaat hier vanavond optreden tijdens de VIP-avond van William Burg. Een hele goede vriend van jou. Jij schrijft ook veel liedjes voor William. Ja, dat klopt. Ik heb onlangs, denk 80% van het album geschreven. Samen met Jurgen Kuppers, die de producties heeft gedaan. En het gaat als een speer. Hij doet het hartstikke goed. Dus. Weet jij een beetje wat voor liedjes dat William zoekt? Want je kent hem natuurlijk heel erg goed. Is het dan makkelijker voor jou om een nummer te schrijven? Hij geeft eigenlijk aan wat hij wilt hebben. En daarop ga ik dus schrijven. Nadenken en schrijven.
En het zijn veelal bolero's die graag zingt. En natuurlijk voor de mensen die op de dansvloer willen staan, is dat natuurlijk gezelligheid. Hij heeft onlangs, eigenlijk gisteren, is hij de studio ingedoken om een nieuw nummer op te nemen. Ik zal maar niet vertellen welk nummer. Is niet van mij. Het is een zomersnummer, toch, zei hij? Ja, het is wel een nummer wat eigenlijk al een hitje is geweest. En ik denk dat hij hier wel een goede zet mee doet. Want ik denk wel dat hij hier misschien wat verder mee op de kaart komt. Heb jij ook het nummer Vrienden voor het Leven geschreven? Ja, klopt. Samen met Jurgen Kuppers, ja. Dat is een nummer wat wel een beetje centraal staat voor William. We zijn ook in Spanje geweest om de clip op te nemen voor dit nummer. Wat is William voor een persoon? William is eigenlijk groothartig. Hij is veel te goed. Soms moeten we wel eens zeggen, jongen, even rustig aan. Maar William is gewoon, het is een van mijn beste vrienden geworden, samen met Martin en Peter. En de mensen eigenlijk die altijd om me heen zijn. En William, ik kan er niet veel over zeggen, het is een doodgoeie jongen. Ja. Vriend voor het leven. Een vriend voor het leven, ja. Nou, William is een persoon van een doen. Vooruit willen. William. Het is toch een apart persoon. Hij wil gewoon vooruit. Zit dat in de familie? Dat weet ik niet. Dat is een moeilijke vraag, hè? Een hele moeilijke vraag. Hallo. Zeg het, Jos. Je weet al heel snel hoe het moet. Kom, dan heb je kans. En de meeste dans. Rijd er heen en weer. Schend de billen weer. Je bent de lekker losgaan. Want het zit niet te zien. Ja, zo laat je weten. John, je hebt een aantal feesten achter de rug. Je bent zelf 50 geworden, Kees is jarig geweest en je hebt volgens mij ook een nummer 1 hit. Ja, dat is niet alleen omdat ik 50 word, hoor, maar moest je dan weer zeggen dat ik 50 word? Sorry. Zeg gewoon 9. Nee, maakt niet zo. Ik voel mijn eigen 50 tussen. Ja, en met Marianne vind ik super. 4 weken op 1 staan in Nederland, dat is gewoon heel goed. Zeker weer het levenslied en daar ben ik ook heel trots op. En de volgende single die er aankomt, een beetje hetzelfde als wat je nu hebt, of wordt het een ballad? Geen idee, want ik heb natuurlijk nou die lach even, en die is nou die moet van de zomer nog mee natuurlijk. En daarna, maar het is wel, het is altijd levenslied, maar wij zingen is altijd levenslied. Maar het zal wel iets sneller worden, denk ik, Foxtrot of zoiets. Maar ja, het moet ook een beetje geheim blijven, hè? Dat is ook wel leuk. En in oktober heb je weer een dinnershow. Volgens mij zijn die bij jou heel snel uitverkocht. Ja. Toch? Ja, maar ja, ik vind het anders aardig anders dat te vertellen, maar gelukkig wel, ja. En het is, dit jaar hebben we een heel mooi line-up hier natuurlijk. Ik zing live met de band. Dat is ook weer uniek, dat hebben we ook nog nooit gedaan. Dus dat is 31 oktober, dus dat komt wel goed, ja. Ik raak je wel niet meer, geen hand van de wereld.
Piet, jij bezorgt al een hele tijd volgens mij de kleding van William Burg. En ook van een aantal andere artiesten. Hoe is dat zo tot stand gekomen eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk heel spontaan. Vaste klanten van het eerste uur in onze winkel. Spontane mensen, dus van het een komt het ander. En ja, daar ga je die mensen kleden. En, ja, perfect. Gezellig, leuk. Ja, want hoe vaak per jaar komen die mensen naar jou toe om weer nieuwe kleding te komen passen? Een jaar. Ja? Ze komen elke week. Echt? Ja, ze komen bijna elke dag. Ja. Dus heel gezellig. Ze komen drie, vier keer per week. Gewoon een gezellig bakje doen. Even kijken wat een nieuwe collectie is. En dan elke week pakken we een nieuw item. En dan kijken we even wat weer past. En ja, heel leuk, gezellig. Wat is het William voor persoon als hij bij jullie in de winkel is? William, die is altijd, komt altijd met zijn vrouwtje samen. Dus hij is bijna nooit alleen. Het is altijd heel gezellig. We zijn ook echt aanwezig in de winkel, heel enthousiast, zoeken naar leuke dingen. Ja, ze gooien echt alles overhoop, dus eigenlijk niet om aan te zien, nee, leuk. Echt wel, jullie moeten iedere keer een hoop opruimen. Ja, echt, ze gooien echt alles overhoop, ja. William die past echt alles aan wat hij ziet. En ja, we zoeken het leukste setje, dus nee, super gezellig, bakje koffie erbij. Een walking dinner en een VIP-avond van William Burg en u bent erbij. Yes, ja. Bent u er altijd bij? Bijna altijd als kan. Zitten jullie lekker gezellig met z'n allen naar Nederlandstalige muziek te luisteren? Of? Jawel, en meezingen. Nou, een barcootje bij, piltje erbij voor de man. Ja, ja. Gezellig. Echt gezellig, ja. Ja. Marty, een avondje uit en niet zingen. Ja, gezellig toch? Echt super. Het is echt goed geregeld. Ik bedoel, zoveel eten, veel te veel. Ja, was het lekker? Niet hebben. Ja, het was echt super. Echt super, ja. Kan ik echt niks van zeggen. Het is helemaal ja, in de top. Het is allemaal goed geregeld. En hoe gaat het verder met jou? Met je carrière, met zingen, met andere dingen? Ja, er komt weer een nieuwe single aan. En het wordt echt heel iets anders dan de mensen van me gewend zijn. Maar ik ga een beetje in de flow mee, zou ik het zo zeggen. Volgens mij ben ik jou op iedere fanavond, dinershow van William Burg bijna allemaal tegengekomen. Klopt dat? Ja, zeker. Ja, en daar blijf ik niet bij weg. Ik vind het zo leuk hier. Het is zo gezellig, echt. Kom jij nou voor een speciale, behalve dan William Burg, kom je dan ook nog voor een speciale artiest hier naartoe? Of gewoon voor de gezelligheid van de avond? Voor de gezelligheid, ik vind iedereen leuk. Nederlandstalige muziek is jouw muziek? Het is mijn muziek, ja. Ja, ja, dat klopt. Ja. Nikki, volgens mij ben jij bij elk feestje, elke cd-presentatie, alles wat met Nederlandstalige muziek te maken heeft, ben jij bij? Ja, overal hè. Overal waar feestjes ben ik bij. Dan ben je hier vanavond bij de VIP-avond van William Burg. Hoe is het tot nu toe? Ja, kijk, gezellig. Bij William altijd. William is altijd een groot feest. Ja. Volgens mij ga jij ook met William mee naar Tourmalinos, toch? Tourmalinos ga ik mee. Ja, dat weet ik gewoon. We zijn met een hele gezellige groep. Ja, en ja, wat William altijd doet regelen is altijd helemaal top, verzorgd, tot in de puntjes. Ja, gewoon keigoed. Ja. Daar heb je zin in. Ja, echt wel. Ik zal blij zijn als het 2 juni vertrekken we. Ik zal blij zijn als het 2 juni is. Je bent familie van, of in ieder geval indirect familie van William Burg. Je bent hier vanavond op de VIP-avond. Zijn dat avonden waar jij vaker naartoe gaat? Ja, altijd. Ja, altijd. Jullie zijn er altijd bij? Bij elk feest van William zijn wij erbij, ja. Nou, we hebben jullie zelf een café. En wordt daar ook alleen maar Nederlandstalige muziek gedraaid? Ja, als ik werk, wordt er altijd Nederlandse muziek gedraaid, ja. Als jij werkt. Dus, Johnny hier, Johnny uit de mazzel. En als het volgt, laat ik jou alle sterren aan de poort van Rio. Mijn lieve schat, ik hou van jou. Sineke, op dit moment speelt
William Burgers een set aan het doen. Jij komt hierna. Ga je allemaal je oude nummers doen of ga je ook wat nieuwe nummers vanavond doen? Nou, ik ga ook een nieuw liedje zingen. Ik denk in mei komt er een nieuwe single uit. En daar heb ik vorige week, is die al een keer op tv geweest tijdens het programma Sterren in het Pretpark van de Tros was dat. Dus ja, mensen die dat gezien hebben, die kennen hem al een beetje. Maar ik wil hem toch ook wel vanavond graag gaan zingen. Omdat ik gewoon zo benieuwd ben hoe het publiek erop reageert. Wat het doet in het land, het liedje. Dus ja, dus dan kan ik dan niet wachten totdat hij officieel uit is om hem te zingen. Begrijp ik dat jij ook mee gaat doen met het Songfestival Singalong? Klopt, dat is 15 mei in het Ziggo Dome. Daar heb ik onwijs veel zin in, want er zijn ook internationale artiesten die aanwezig zijn. Een heel groot evenement wordt voor het eerste keer georganiseerd. Ja, ik kan niet wachten dat het zover is. Ik ben wel heel erg benieuwd. Met jullie? Nou goed, ja? Tenminste weer goed hè? Ja, we hebben een klein beetje gelezen over jouw gezondheid. Hoe gaat het nou met je? Nou, het gaat weer helemaal goed, of tenminste helemaal goed. Ik heb nog wel een paar kleine klachtjes, maar we hebben gezien, voor de twijfelaars, er zit echt een hart nou, hè? Dat weten we nou zeker. Hè? Dus zo pak ik het maar op. Maar het was wel heel erg schrikken die dag, maar we zijn er weer bovenop. We gaan weer meezingen dus. We zijn hier en jullie hebben een leuk nummer, Ogen liegen niet. Hoe gaat het verder met het nummer? Nou, het liedje Ogen liegen niet, die heeft het eigenlijk altijd goed gedaan. De laatste nieuwe single was dan Elke Stap, dat was weer een rustiger plaatje, een levenslied. Maar nu komen we weer met een plaatje die weer lekker op tempo is, waar de mensen weer fijn op kunnen dansen. We hebben voor het komende jaar een duidelijke keuze gemaakt om te zeggen van dit jaar geen rustig levenslied, alleen maar even een lekker paar vlotte plaatjes. Is niet zonder jou. Hoor jij de stem die op de deze nacht? Ook al ben je nu niet, weet dat ik op je wacht. Elke kus, elke dag, elke stralende lach is een ode aan jou. Elke vrienden. Wij zijn fan van William. Gezellig, hè? Niet aan de gang blijven, jongen. Ik wil dat je gaat. De afsluiter hier vanavond volgens mij. Hoeveel optredens heb je nog gedaan vandaag? Hiervoor eentje. Ja. Ver gereden of viel het mee? Nee, Kerkdriel, een half uurtje rijden. Dus viel mee. Volgens mij gaat er geen weekend meer voorbij dat jij geen optredens hebt. Nee, ik ben alleen maar blij mee hoor. Elk weekend heb ik wel wat te doen. Dus één keer wat minder en de andere keer iets meer. Maar, ja. Je
binnenkort in de Sterren Nieuwkuik heb je weer een avond. Maar je hebt ook nog meer nieuws, vertelde je op je Facebook. Kun je daar een heel klein beetje over vertellen of gaat het niet? Ja, dat komt in december, 19 december. Ja? Waarschijnlijk zit ik in de Brabanthallen dan. Met een paar hele goede artiesten nog. En dan ga ik weer een concert doen en het zit allemaal in de planning. Dus het is wel de bedoeling dat het doorgaat, ja. Wat is voor mij I'm